Het onderwijs moet beter, dat zegt de Vlaamse Scholierenkoepel. Naar aanleiding van de verkiezingen presenteerde de organisatie haar eisen voor de toekomstige minister van Onderwijs. De thema's komen voort uit een grote enquête bij de schoolgaande jeugd. We zijn vandaag 24 april. We vinden het hoog tijd dat jullie weten waar de nieuwe minister van Onderwijs, de beleidsmakers en het Vlaams parlement de komende 5 jaar werk van moeten maken volgens scholieren. Kaylee Surgeloose, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel, is tevreden met de onderwerpen die uit de rondvraag zijn voortgekomen. We hebben 6 prioriteiten opgelijst en dat gaat van inspraak op school, gemotiveerde leerkrachten, werken rond de diversiteit, werken aan een goed antipestbeleid, de leerstof die nuttig en praktisch moet zijn, maar ook goede afspraken en een goed schoolreglement dat daar rondgewerkt wordt. Alle thema's zijn belangrijk, maar voor de voorzitter verdient er eentje extra aandacht. Het werken rond pesten op school. Het wordt tijd dat dat echt gewoon als de focus wordt genomen in heel dat gezondheidsbeleid op school. Dan momenteel eigenlijk nog maar op de vlakte blijven bij gezonde voeding en sporten. Dat psychisch welbevinden, dat moet daar ook een plaats bij krijgen. Huidig minister Pascal Smet benadrukt de opdracht van de leraars. Gemotiveerde leerkrachten, daar staat of valt alles mee. En op die manier kan je in onderwijs interesse werken bij jonge mensen. En waar interesse is, is onderwijs. Heel belangrijk is dat leerkrachten niks mis mee is die het hele leven voor de klas staan. Maar daarnaast zijn er ook leerkrachten die in de privé gewerkt hebben, die op een bepaald moment goesting hebben om in onderwijs les te geven. Die moeten we ook in onderwijs krijgen. En op die manier krijg je een versterkt onderwijsteam. De minister heeft nog bemoedigende woorden voor zijn opvolger. Hou vol, hè. Onderwijs is de moeilijkste materie die er is. Er is altijd wel iemand die tegen is. Men vergeet soms wel eens het algemeen belang. Zorgen dat jongeren het beste onderwijs krijgen. Voor mij is de droom dat iedereen die 18 jaar is uit onderwijs komt en die een beroep moet kiezen, die leerkracht wil worden. Op die manier heb je pas zeer goed onderwijs. Mijn persoonlijke droom voor onderwijs is dat gewoon iedere jongere de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen tot wie dat hij wil zijn. En daardoor ook de kans heeft om zijn dromen later waar te maken.